De Zo Word Je Steenrijk podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Nestor Smart Finance, Financiering Regelen en Era Focus Makelaars. Dan denkt iedereen, oh, ze heeft het goed voor elkaar, want ze is registeraccountant. En in het begin lijkt dat natuurlijk alsof ze heel veel meer verdienen. Ik schrijf even twee leuke posts en dan heb ik inderdaad 10 nieuwe klanten. Maar ja, zo werkt het natuurlijk niet. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast Zo Word Je Steenrijk. Mijn naam is Martijn van den Berg en ik ben de host van de podcast. Zoals je wellicht ondertussen weet, als dit de eerste aflevering is die je kijkt of luistert bij deze. Deze podcast is er natuurlijk ook vooral voor ondernemers. En deze aflevering gaat specifiek interessant zijn als jij een ZZP'er bent of er misschien over denkt om ZZP'er te gaan worden. Want we hebben een hele leuke gast die je alles daarover kan vertellen waar je op moet letten. Ze is accountant. Ze wil graag het gat dichten tussen accountants en ondernemers. En dat doet ze door middel van korte video's en artikelen met hele praktische tips. Daarnaast is ze ook docent bij Nyenrode Business Universiteit en niet zomaar universiteit. Docent, ook nog 2 keer docent van het jaar geweest. Ze is auteur. Ik heb het over MSc ERA, Master in Science, Register Accountant Marjan Heemskerk. Oftewel ook de Happy Financial, hè? Bekend online. Welkom. Yes. Dankjewel. Dankjewel dat ik hier mag zijn. Leuk. Leuk dat je er bent. Ja. Inmiddels gesetteld op het bankje? Ik ben inmiddels gesetteld op het bankje. Wat mensen niet zien op het moment dat ze mij op camera zien, is dat ik eigenlijk maar heel klein ben. Ik ben 1,60 meter. Dus mensen ontmoeten mij de eerste keer en dan zeggen ze, oh, wat ben je klein? Ik denk, ja, ik heb niks gedaan op video om te laten zien dat ik lang ben. Maar ik paste dus niet zo goed op de bank. Dus ik moest een stukje naar voren. Ja. Ik heb een extra kussentje. Ik zit nu helemaal top. Kleine aanpassingen doen. Ja, zo ben jij misschien wat kleiner. Ik ben wat langer. Ja. Bij mij past dit stoeltje eigenlijk ook niet. Ik ben nog steeds op zoek naar een grotere stoel. Want eigenlijk is dat geen gezicht. Maar fijn dat je geïnstalleerd bent. Ja, en fijn ook dat je hier, bent. Ja, ben jij steenrijk? Ja, ik vind zelf van wel. Ik heb geen hypotheek meer. En ik woon in een huis wat ongeveer 1 miljoen waard is. Dus ik vind mezelf wel steenrijk. Is de definitie van steenrijk zijn dan voor jou puur in financiële zin? Of gaat het verder dan dat? Nee, zeker niet. Ik leef en werk echt volgens mijn eigen motto. Joy is the essence of success. Dus ja. Op het moment dat ik plezier heb in wat ik doe, vind ik mezelf ook succesvol. En daarmee dus eigenlijk ook steenrijk in de zin van dingen doen die je leuk vindt. Plezier hebben in het leven. En momenteel doe je de dingen die je leuk vindt en waar je plezier uit haalt. Ja, ja, zeker. Ik vind de Happy Financial nog steeds na 7 jaar ontzettend leuk om te doen. Om mensen te inspireren, om daar iedere dag mee bezig te zijn. Daar word ik heel erg blij van. En ook vooral nieuwe dingen ontwikkelen, nieuwe ideeën bedenken. Ja, dat is voor mij echt ondernemen. Dank je dat stukje creativiteit. Ja, ja, zou je niet verwachten bij een accountant, moet ik eerlijk zeggen. Nee. Nee, meestal lijkt dat natuurlijk heel droog en, ja. En saai. Maar nou ja, jij laat zien dat dat ook op een andere manier kan. Ja, ik ben natuurlijk wat dat betreft ook echt niet de standaard accountant. Dus dat was ik al niet toen ik in loondienst nog was. Ik was altijd al wel een beetje een vreemde eten in de bijt. Maar wel, het kan dus wel. Het kan dus wel. Ja, ja, leuk om te zien. Hey, wat heb jij van jongs af aan over geld en financiën meegekregen in het gezin en op school? Niet zoveel, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik heb van huis uit werd er wel altijd op gehamerd dat we voorzichtig met geld om moesten gaan. Maar dat we ook leuke dingen konden doen. Dus wat dat betreft niet superveel, niet heel specifiek aandacht daarvoor. Ik kreeg wel op jonge leeftijd zakgeld om er op die manier mee om te leren gaan. Ik ben vanaf mijn 14e wel altijd gaan werken. Dus mijn eerste baantje was ook in de tomatenkassen plukken. Dus ik ruik nog steeds af en toe die tomaten aan mijn handen. Dan denk ik, oh ja, dat was... Dat is niet nog steeds van toen, toch? Nee. Maar, dus het heeft een hele specifieke geur in zo'n tomatenkas. Dus ja. Dat heb ik zeker wel geleerd. Maar ik denk dat er wel veel meer mogelijk is wat dat betreft. Dat je kinderen wel sneller en meer kan leren over hoe ze met hun eigen geld om moeten gaan. Wat slimme investeringen zijn. Maar ook hoe ze het leuk kunnen houden voor zichzelf. Ja.
Maar geld was er dus eigenlijk bij jullie een modaal gezin, kan ik me dat zo voorstellen? Of? Ja, ja, zeker. Dus ik heb ook nooit toen problemen gehad met geld. Nee. Dat begon toen ik net begon met werken, ja, als accountant. Want als accountant, iedereen denkt dat je heel goed verdient. Je krijgt een leaseauto, ik kreeg een laptop, ik kreeg een destijds nog een BlackBerry. Dus dat was heel cool. Ja. In 2008 hebben we het over, moet ik wel even bij vertellen. Maar in principe verdiende ik helemaal niet zoveel geld. Er bleef netto aan het einde van de maand heel weinig over. Maar ik had wel een eigen appartement. Ik had best wel hoge uitgaven. Dus ik kwam gewoon niet uit. Dus dat was echt... Dan denkt iedereen, oh, ze heeft het goed voor elkaar. Want ze is registeraccountant. Loopt er altijd netjes bij. Gaat naar grote klanten. Maar achter de schermen was het echt één grote puinhoop. Oké, okay, dus dat viel wel tegen wat jij eraan aan overhield. Ja, ja, zeker. Ja. Ja. Hey, je hebt het net over dingen meegeven aan kinderen. Ben je zelf moeder? Nee. Oké. Okay. Nee. Wat zou je, als je wel moeder zou zijn, aan je kinderen meegeven over financiën? Nou, dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun geld. Dat je zelf moet bepalen waar je je geld aan uit wil geven. En je ook vooral niet moet laten leiden door anderen. Ik denk dat we dat nu heel erg zien. Dat je in groepen, op scholen, heel veel mensen zien die zeggen, oh, dat is cool, dat moet jij ook gaan doen. En dat mensen zich daardoor heel snel laten beïnvloeden, kinderen. Jonge kinderen zijn daar gewoon heel erg gevoelig voor. En dat is zo zonde. Ja, want je wil natuurlijk wel graag meekomen in de groep. En dat kan ook wel op een andere manier. En ik denk als jij dingen moet kopen om mee te komen, dan wordt het ook wel tijd om daar iets aan te gaan doen. Nieuwe vrienden te zoeken van mijn part. Maar ja, dat vind ik zo zonde als iedereen zich zo laat beïnvloeden. Ja, dus jij wil zeggen van het is eigenlijk, ben je dan niet steenrijk als je identiteit te veel af laat hangen van een nieuwe fatbike of de nieuwste telefoon, dat soort zaken. Precies. Ja, die fatbikes die snap ik ook niet trouwens. Maar nee, maar ja, dat is weer zoiets natuurlijk. Hè. Als je die niet hebt, dan word je er natuurlijk ook minder hoor je dan niet bij. Nee, dus dat is, ik hoop dat mensen dan wat hun kinderen ook leren dat je ook jezelf kunt zijn daarin. Ja, ik denk dat heel belangrijk is. En wanneer is dan het moment geweest dat je dacht van, ja, ik heb het, ik word registeraccountant. Want dat is niet een beroep, denk ik, wat heel veel jongeren... Nee, nou dat is wel een leuk verhaal. Het begon eigenlijk nog iets aparter. Ik ben begonnen na het VWO met technische wiskunde op de TU. En daar dacht ik van na een jaar van, nou nee, dit is het toch ook niet. Als ik de rest van mijn leven iedere dag zo van die sommetjes moet gaan zitten maken, daar ga ik ook niet gelukkig van worden. Hoe leuk ik wiskunde ook vond en vind. Dus toen heb ik een hele lange beroepskeuzetest gedaan. Dat was een periode van 6 weken dat je samenkwam en waarin je allerlei vragenlijsten moest invullen en besprekingen moest doen met de groep. En daaruit kwam een top 3. En die top 3 was heel duidelijk. Dat was dat ik of accountant moest worden, of notaris, of advocaat. Dus het was echt een hele andere richting. Ja. En dus toen heb ik voor de accountancy gekozen, omdat dat toch het meeste nog was met rekenen, met cijfers. En toen ben ik accountancy gaan studeren. Ja. Ja. Ik had er nooit zo over nagedacht, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Maar het was voor mij een mooie mix tussen wel heel veel met mensen praten, maar wel ook dat rekenkundige erbij houden. Ja. Nou. Je dacht, nou ja, goed, dat komt uit de test. Dan heb ik wat met cijfers. En als registeraccountant loop ik binnen. Dat viel dus een beetje tegen. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb ook nooit de illusie gehad dat je als accountant superveel geld kunt gaan verdienen. Nee, maar dat je er een leuke boterham... Ja, precies. Maar wel dat je gewoon leuk kunt verdienen. Nu is het zo, ik ben begonnen met werken in 2008. Dat was echt een crisisjaar. Ja. Dus ik was überhaupt blij dat ik werk had. Want van mijn groep afgestudeerden, dat waren er toen 20, hadden er 5 wel werk en de anderen niet. Dus ik was al lang blij dat ik werk had. En die salarisonderhandelingen, ik dacht, nou, ik ben al, laat mij maar gewoon werken. Ja, ja, de andere durfde tijd niet eens te onderhandelen. Je nam het eerste aanbod. Dat deed je toen ook niet, omdat je gewoon blij was dat je iets had. Ja, tegenwoordig zou je dat wel anders doen, denk ik. Ja, het is nu echt, er is zo'n druk op in accountancy, heel erg in de financiële wereld, in zijn geheel. Er is gewoon heel veel behoefte aan mensen. Dus je kunt ook mooie salarisonderhandelingen doen nu. Ja. Ja. Misschien vind ik wel leuk om te weten hoe jij daar tegenaan kijkt. Ik vind dat we in Nederland veel te weinig over geld praten. Ik vind ook dat mensen veel te weinig daar een taboe van maken. Van wat is jouw salaris?
ja, wie doet daar zijn voordeel mee? De werkgever. Ja. Hoe kijk jij daar tegen aan? Moeten we niet gewoon ook meer met collega's onderling het hebben over wat je verdient, zodat je dat daar allemaal voordeel van hebt? Ik deed dat zelf wel altijd. En iedereen is daar natuurlijk vrij in om daar het wel of niet over te hebben. Maar dan merkte je dat andere mensen dachten van, oh, ik verdien eigenlijk wel goed. En ik denk dat dat ook een heel belangrijk onderdeel is om dat gat, zeker die loonkloof tussen mannen en vrouwen te dichten. Ja. Want dat zie je gewoon nog steeds. Dat kan alleen op het moment dat je erover gaat praten en dus inderdaad ziet van waarom verdien ik als vrouw bijvoorbeeld veel minder? Daar moet ik iets aan gaan doen. Ja. Dus jij stimuleert mensen ook, ik neem aan in veel bredere zin, om ook meer over geld te praten, toch? Ook binnen relaties. Ook. Zeker. Het geld is niet iets vies. Het is iets waar je je dromen mee kunt waarmaken, waar je leuke dingen mee kunt doen. Geld hebben is geen doel op zich. Maar wat je er vervolgens mee kunt doen, hoeveel relaxter je erbij kunt zitten op het moment dat je genoeg hebt, ja, dat is natuurlijk hartstikke fijn. Ja. Hoe verklaar je dan dat in een landje als Nederland, waarvan gezegd wordt door vooral buitenlanders dat we hier allemaal zo open zijn en zo, dat we dan zo moeilijk doen over dat onderwerp geld? Ik denk dat het ook een stukje bescheidenheid is. Ik merk het aan mezelf ook, dat ik het ook lastig vind om te vertellen van, oh ja, het gaat bij mij eigenlijk hartstikke goed. Mijn bedrijven lopen supergoed. Want je bent dan bang voor reacties van anderen. Van, moet je haar zien? Moet je haar kijken? Zo uit de hoogte, dat soort dingen. Dus het is ook een beetje afgunst, denk ik. Terwijl in een land als Amerika je heel makkelijk, ja, daar schreeuwt iedereen het van de daken als ze een miljoen verdiend hebben. En hier is iedereen een beetje, ik heb wel een miljoen verdiend, weet je. Dus dat is een heel raar iets in onze cultuur. Nee, ik snap het wel. Ik heb het zelfs bij mezelf ook. Ik mag vanavond naar de IMU Awards gaan. Dan mag daar ook een trofee in ontvangst nemen. Omdat we met Vrijheid Vastgoed meer dan een miljoen gedraaid hebben via Plug & Pay. Ja, maar dan merk ik toch ook, ja, hartstikke tof. Ja. En ik weet ook wat ik ervoor gedaan heb en hoe hard we ervoor gewerkt hebben. En want dat zien mensen dan weer niet. Die zien die trofee. En dan, maar ik vind het toch ook moeilijk inderdaad om daarover te delen. Nou ja, bij deze heb ik het wel, wel gedaan. Ja, maar dat is wel een. En bij andere mensen, als je weet hoeveel werk erachter zit, want ik weet hoeveel werk het is om dat voor elkaar te krijgen. Ja. Ik vind het alleen maar gaaf en het inspireert ook weer van, ja, dat wil ik ook. Dus ik ga er extra hard voor werken. Waarom kunnen we dan niet blij zijn voor iemand die dat wel gepresteerd heeft en dat zien als inspiratiebron in plaats van afgunstig te zijn en daar zeggen, moet je dat nou zeggen? Ja. Ik vind het juist heel gaaf. Nou, ik denk dat vooral verschil maakt wel vanuit welke intentie je het zegt. Als je heel erg loopt en meeloopt op te scheppen, maar als jij het zegt van, ja, gewoon als feit van, dit hebben we gedaan. Ja. En ik vraag me dan af bij andere mensen van, hoe heeft hij dat gedaan? Ik wil dat ook weten. Wat weet hij of zij wat ik niet weet? Ja, ik denk dat je dan veel verder komt en er meer aan hebt. Nou, en ik denk ook dat mensen aan de vaak alleen maar het einde zien, het succesverhaal. Als ze nu horen van, ik heb dit en dit gepresteerd, dan zien ze niet hoeveel jaren, hoeveel energie daarin is gaan zitten om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Dus mensen meenemen in die hele ondernemersreis, dat doe ik dus ook heel bewust om te laten zien van, het kost heel veel tijd en ik steek er heel veel energie in. Dus dan is het ook niet raar dat ik dit soort resultaten eruit krijg. Nee, het komt niet aanwaaien. Nee, zeker niet. Nee, het is gewoon hard werken. Hey, wat is voor jou dan de stap geweest van accountant naar accountant in loondienst? Want je bent nog steeds natuurlijk accountant, registeraccountant zelfs, naar de Happy Financial. Ik begon in 2016 met mijn blog, de Happy Financial. En dat was destijds puur als hobby. Ja. Dus ik wilde heel graag, wat je in het begin ook zei, het gat dichten tussen wat accountants weten en wat accountants denken dat ondernemers weten. En ik zag dat daar een heel groot gat tussen zat. Een van mijn eerste artikelen ging bijvoorbeeld over BTW. En die begon ik met BTW is hetzelfde als omzetbelasting. Nou, je had mijn accountscollega's moeten horen. Die hebben me echt recht in mijn gezicht uitgelachen. Van, dat is veel te makkelijk. En je kan er wel van uitgaan dat ondernemers dat begrijpen. En niemand zit hierop te wachten. En aan de andere kant kreeg ik heel veel berichten van ondernemers. Die zeiden van, nu snap ik het pas. Hè, eindelijk iemand die dit online zet. En ik durfde het dan nooit te vragen aan mijn accountant of boekhouder in de veronderstelling dat ze me dan dom zouden vinden. En toen dacht ik, wacht even, hier zit wel iets in waar ik iets mee kan. Er is behoefte aan. Mensen willen het op een leuke, praktische manier uitgelegd krijgen. Dus daar ga ik verder mee aan de gang.
Dus eerst deed je het gewoon als hobby naast je werk, omdat je gewoon zag dat daar een gat zat en daarover wilde delen. En toen aan de hand van de hoeveelheid reacties die je kreeg, dacht je van, hey, hier is echt veel vraag naar. Ja, precies. Ik had als echte accountant had ik natuurlijk een Excel-sheet gemaakt, want ik zag dus dat daar business in was, dus dat ik daar ook op een leuke manier geld mee kon verdienen. En in dat Excel-sheet had ik mezelf ten doel gesteld van, ik wil binnen 3 jaar van de Happy Financial een echte business kunnen maken, zodat ik daarvan kan leven. Ja. En dat zou ik dan gedurende die tijd nog gewoon naast mijn baan in loondienst doen. Maar die 3 jaar, die werden 3 maanden. Toen zat ik al op dat niveau van die 3 jaar. Ja, en toen moest ik gewoon heel snel kiezen van, ga ik in loondienst blijven als accountant of ga ik me fulltime richten op de Happy Financial? En dat was voor mij een makkelijke keuze. Ja, voor jou misschien wel, maar ik kan me goed voorstellen dat je omgeving dacht van, je zegt je zekerheid, vaarwel, je gaat ondernemen, hartstikke spannend, zou je dat dan wel doen, een beetje dat soort dingen? Heel veel reacties gehad. Ja. Heel veel mensen die zeiden ook, ik zat ook heel goed bij het accountantskantoor waar ik werkte, ik had heel veel ambitie, ik wilde ook verder groeien. Maar toch voelde ik van dit ondernemerschap, de mogelijkheid om ideeën te bedenken, ideeën meteen uit te voeren, om het allemaal zelf te doen. Dat trok zo hard dat ik echt zoiets had van dit moet ik gewoon doen. En ik had natuurlijk wel, dat moet ik ook eerlijk in zijn, ik had mijn Excel bestandje. Dus ik wist wat er aan omzet sowieso allemaal binnen zou komen. Dus ik wist over volgend jaar zit ik sowieso al helemaal goed en safe. Dat is toch wel de risico-averse accountant in mij die dat wel op papier had staan. Ja, kan je vertellen dat toen ik mijn onderneming begon, dat ik dat soort berekeningen nooit gemaakt heb. En dat het vooral een kwestie was van gevoel volgen. Ja. En dat is ook het allerbelangrijkste natuurlijk. Je intuïtie daarin is zo belangrijk. Die weet echt wel waar je mee bezig bent. Ja. Dat wil niet zeggen dat het niet spannend was. Nee, dat snap ik. Ja. Ja. Maar ik denk wel dat op een gegeven moment die keuze echt maken van, ik geloof hierin, ik ga hiervoor. En die focus dan te hebben, dat wel heel erg belangrijk is. Ja, dat is zo leuk. Waar zit over het algemeen het kantelpunt? Want je ziet natuurlijk heel veel mensen die starten een onderneming naast dat ze inderdaad in loondienst zitten. Wanneer zeg je dan van, als je een beetje op dat punt zit, dan kan je die stap wel veilig maken? Ja, dat is een beetje een groeiproces waar je in zit. Dus idealiter wil je natuurlijk minimaal eigenlijk liefst 2 keer zoveel verdienen als ZZP'er ten opzichte van wat je in loondienst verdient. Ja. Om ervoor te zorgen dat je ook alle dingen die nu door je loondienst of door je werkgever worden betaald, denk aan pensioenverzekeringen en dergelijke, dat je die kunt tackelen als zelfstandige. Ja. Maar daar gaat wel een periode aan vooraf waarin je en in loondienst werkt en dan als zelfstandige aan de gang gaat. Ja, dat gaat op een gegeven moment een keer schuren en een keer knellen, met name qua tijd. Dus dan zul je vaak net iets eerder de sprong in het diepe wagen dan dat financieel echt verantwoord is. Maar dat kan aan beide kanten schuren. Hè? Het kan dat je loondienst natuurlijk eronder leidt dat je ondertussen eigenlijk met je gedachten al met 1 been buiten staat en voor jezelf bezig bent, of aan de andere kant. Maar dan weet je eigenlijk ook al genoeg als jij bij je werkgever zit en alleen maar in je hoofd bezig bent met, ik mag dadelijk, vanavond ga ik dit doen voor mijn eigen bedrijf, of in het weekend ga ik dit doen voor mijn eigen bedrijf. Dan weet je al, ik ben al aan het afschakelen op mijn werk en ik ga meer naar dat ondernemerschap toe. Ja. Hey, op jouw website staat Making Finance Fun and Easy. Ja. Dat financiën niet saai of ingewikkeld hoeven te zijn, zoals de meeste mensen denken. Ja. Hoe doe je dat? Het leuk en makkelijk maken? Allereerst door het echt praktisch te houden. Dus in mijn video's en artikelen geef ik echt korte praktische tips waar mensen ook echt mee verder kunnen. Ja. Zonder moeilijke woorden. Dat vind ik ook heel vaak bij instanties. Denk aan de overheid of de Belastingdienst of de Kamer van Koophandel. Er zitten gewoon bepaalde lastige termen in die ik echt wil omzeilen om ervoor te zorgen dat het voor iedereen leesbaar is. Ik zeg altijd zo, ik heb als accountant, 8 jaar gestudeerd. Ik weet echt wel waar het over gaat. En ik ben daar goed in. Dus als je die moeilijke, het is een keuze om die moeilijke termen niet te gebruiken, want je kent ze wel. Je zou ze kunnen gebruiken. Nee, precies. Maar een gemiddelde ondernemer, die heeft daar niet 8 jaar voor gestudeerd. Dus het is een beetje raar om ervan uit te gaan dat een ondernemer dat wel allemaal begrijpt. Iemand, er zijn zo ontzettend veel ZZP'ers, die zijn heel goed in wat ze doen. Die kunnen supergoed webdesignen. Die kunnen heel goed mensen het haar knippen. Die kunnen heel mooi een huis schilderen. Dat zijn allemaal dingen die ik niet kan. Daar wordt ook niet van uitgegaan dat ik dat vandaag kan.
Waarom gaan we er dan van ondernemers wel vanuit dat zij meteen weten hoe het zit met alle administratie en belastingen? Ja. Dus dat probeer ik dan op een leuke manier te vertellen. Dus gewoon praktische tips op een leuke en begrijpelijke manier. Ja, manier. En ik ben er zelf heel enthousiast over. En dan hoop ik ook altijd dat andere mensen dat dan ook een beetje worden. Dat ze naar aanleiding daarvan zeggen van, oh, het is inderdaad niet zo saai als dat ik dacht. Nou, dan heb ik al een wereld gewonnen. Nee, maar enthousiasme werkt altijd aanstekelijk. Dus dat spat ook echt van de video's die jij maakt af. Hè. Zo ken ik jou ook. Dus super leuk. Hey, als je het dan hebt over de happy financial, wanneer ben jij dan happy? Wanneer denk jij van, nou ja goed, mijn missie is uiteindelijk geslaagd? Wat ik heel erg leuk vind, is dat ik ideeën heb en ze meteen kan proberen. Dan denk ik van, oh ja, het slaat aan of het slaat niet aan. Dat vind ik juist het hele mooie van ondernemen. En ik word er dan heel erg blij van als ik leuke reacties van mensen krijg. Het hoeven er maar een paar te zijn. Ik geef bijvoorbeeld heel veel online colleges waar mensen dan na afloop tegen mij zeggen van, nou, ik vond het zo praktisch of het is heel duidelijk. Ja, daar word ik dan echt happy van. Dan is mijn missie geslaagd. Ja, mooi. Hey, nou ja, dat je die stap bent gemaakt van, nou, ik wil dat gat graag dichten en praktische tips gaan delen met blogs en dergelijke, dat kan ik me voorstellen. Ja. Maar jij hebt er al heel snel voor gekozen om ook dat met video's te gaan doen. En dat is natuurlijk wel in die wereld een revolutie geweest, zo kan ik het wel noemen, toch? Ja, het was in het begin ook echt zo. Zeker toen ik nog bij een accountskantoor werkte, die hielden hun hart vast van, wat ga jij doen? En ja, we weten eigenlijk niet of we het hiermee eens zijn en wat er hiermee gebeurt. En terwijl ik zoiets had van, ja, dit is een logische stap. En ik heb dat video altijd heel erg leuk gevonden. Ja, toch maar gewoon. Ja, ja. Je maakte al daarvoor allerlei videootjes. Ja, eigenlijk wel, denk ik. Ja. Want TikTok stond natuurlijk vooral bekend ook om, want je doet het op Insta, TikTok, van de dansjes en zo. Ja, dat TikTok was, toen was ik al een tijdje bezig, dus daar ben ik nu 1,5 jaar geleden mee begonnen. Ja. En ik had wat... Ondertussen 60.000, meer dan 60.000 volgers, zag ik. Precies, in 1,5 jaar tijd. Dus dat gaat heel hard. Ja. TikTok is wel echt een groeiend medium. Ja. En ik dacht dus, oh ja, het zijn alleen maar dansjes. En toen sprak ik wat mensen die echt een stuk jonger zijn dan ik. En die zeiden, nee ja, het is eigenlijk een heel leuk platform. En we zijn er iedere dag zijn we daarop bezig. Toen dacht ik, nou, ik ga gewoon proberen of de video's die ik normaal op Insta zet, of die het ook leuk doen op TikTok. Ja, ja, en dat was echt een groot succes. Had ik niet verwacht, heel eerlijk gezegd. Dus dat zijn van de dingen die je gewoon moet proberen. Wel dat je er zelf achter staat. En dan kijken waar het schip strandt. Ja, en je had die video's toch al, dus ja, je kan net zo goed dan proberen of het op een ander platform ook aanslaat. Waar hou je inspiratie van? Want je maakt echt heel veel video's, volgens mij dagelijks. Of? Ja, ik maak er 10 per week, dus 10 het per zijn week. Echt veel. Meer dan dagelijks, meer dan dagelijks. En denk je niet af en toe, waar ga ik het in vredesnaam nu weer over hebben? Op de een of andere manier heb ik eigenlijk altijd wel voldoende inspiratie. Dus ik kijk heel erg naar video's die het überhaupt goed hebben gedaan. Ja. Bijvoorbeeld salaris als ZZP'er is een heel hot topic. Die worden altijd goed bekeken. Dus dan ga ik kijken van, nou, wat kan ik hieruit filteren om nog meer nieuwe content te maken, nog meer een verdieping te maken, een bepaald onderdeel eruit te pakken wat ik dan verder in detail kan uitleggen. Ja. Vervolgens kijk ik ook naar waar ik heel veel vragen over binnenkrijg. Ik krijg natuurlijk ontzettend veel berichten van volgers. Ja. Ik denk, nou, dat is interessant om te doen. Ik vraag het ook regelmatig uit. Dus ik ga regelmatig live bij TikTok bijvoorbeeld. En dan krijg ik heel veel vragen binnen. Dus dat is voor mij ook weer extra inspiratie. Actualiteiten bijhouden. Er is ook wat dat betreft altijd genoeg te doen in de financiële wereld. Ja, zeker. Die is genoeg in beweging. Ja. En dan heb je een soort van document, moet ik voor me zien, waarin je al je content ideeën opschrijft. Ja. Ik heb een Google Sheet. Dus het blijft toch altijd wel een beetje Excel. Waarin ik al mijn content ideeën uitschrijf en ook meteen de captions erbij zet en dan dus aangeven of ik het heb opgenomen. En nou, sinds kort heb ik teamuitbreiding, dus dat wordt dan opgepakt en ingepland en vervolgens verder gedistribueerd. Dat is wel heerlijk dat je dat na de opname dan wordt alles geregeld. Ik zet het netjes in een Google Drive en ik zet mijn vinkje van opgenomen. Ja. En
dan wordt het verder geregeld. Dus echt een verademing moet nou, het lijkt een beetje op het proces wat wij bij deze podcast ook hebben. Dus dat is fijn inderdaad dat dat dan... Hey, en in het kader van efficiëntie neem je dan meerdere video's tegelijkertijd op, hè? Ja, ik werk echt met zogenaamde sprints. Dus ik ga per 2 maanden ga ik echt kijken welke onderwerpen wil ik hebben. Dus dan heb je toch al 80, 90 onderwerpen die je wil bespreken. Als je 10 per week wil maken. Ja. En dat doe ik dan in de eerste weken van die 2 maanden. Schrijf ik ze uit, neem ik ze op en dan vervolgens het plaatsen vindt dan later plaats. Maar het komt er wel op neer dat ik dus 10 video's dan op een dag opneem. Ja. Ja. Pittig. Ja, maar het gaat wel heel snel. Het zijn wel echt... Omdat het korte video's zijn. Ik moet het ook makkelijk kunnen vertellen. Als ik het al niet makkelijk over de bühne kan brengen, dan is het alweer... Dan moet ik mezelf afvragen, is dit wel iets wat mijn doelgroep interessant vindt? Ja. En even heel eerlijk, leer je die teksten dan uit je hoofd of gebruik je daar een autocue voor? Nee, ik heb een autocue. Ja, dat dacht ik altijd. Ja, dat is anders ook niet te doen qua punten die je wil raken. Ik ken natuurlijk wel heel veel bedragen en heel veel percentages, maar ook echt niet alles. Nee, maar alleen maar dus, verstandiger. Ja, ik wil echt er zeker voor zorgen met mijn achtergrond dat alles wat ik zeg, dat ook klopt. Ja. Dus ik zoek ook alles na op de website van de Belastingdienst, in de wettenbundels. Wat zijn de meest gangbare zaken? Dus ik zorg er echt wel voor dat het klopt, ja. Ja, ik denk dat dat alleen maar slim is als die technologie er is om het dan ook te gebruiken. Veel. Hey, je was destijds de enige die dit zo deed, maar je bent jaren later nog steeds de enige die dit zo doet. Ja. Hoe kan dat? Als we zien hoe groot jouw account zijn en hoeveel mensen je bereikt. Ik denk dat het met name komt omdat ik dit fulltime doe. Ik zie wel dat er accountants en boekhouders zijn die dit ernaast proberen. Maar dan komen ze al vrij snel op terug dat er toch heel veel tijd en heel veel energie in gaat zitten voordat ze er echt iets uit krijgen. Mm-hmm. En zij doen het heel vaak naast hun baan of naast hun eigen bedrijf, waardoor ze niet volledig de aandacht hieraan kunnen geven. En dat heeft het gewoon wel nodig. Het is gewoon wel iets waar je heel veel tijd en energie in moet steken om het tot een succes te maken. Ja. En wat ook even aanlooptijd nodig heeft voordat je daar iets van terug gaat zien. Het is niet zo van... Post 1 video, de allereerste video en ik heb morgen 10 nieuwe klanten. Zo werkt het natuurlijk. Nee, en dat is wel denk ik een beetje de verwachting die heel veel mensen hebben. Van nou, ik maak even 2 leuke video's of ik schrijf even 2 leuke posts en dan heb ik inderdaad 10 nieuwe klanten. Maar ja, zo werkt het natuurlijk niet. Mensen moeten echt vertrouwen in jou krijgen, moeten echt weten waar jij voor staat. Ze moeten jou leren kennen. En dat heeft gewoon tijd nodig. Ja. Ja. Maar die tijd is niet iedereen in staat of bereid kennelijk om daarin te steken. Nee, ik moet ook heel eerlijk zeggen, toen ik hiermee begon, dat was echt niet altijd even leuk om dit te doen. Het heeft ook echt wel heel veel tijd en energie gekost. Ik stond 2 uur eerder op om ervoor te zorgen dat ik mijn artikelen ging doen. Dan ging ik naar mijn werk, kwam ik thuis, ging ik weer aan de slag voor de Happy Financial. Ja. Ieder weekend had ik een to-do-lijstje, dus het was echt wel pittig. Maar omdat ik het zo leuk vond... Het voelde voor mij helemaal niet als werk. Het was voor mij echt een hobby. En ik denk dat als je zoiets gaat beginnen, welke sidejob je dan ook gaat doen, als je dat gaat doen met het idee van ik ga hier helemaal heel veel geld mee verdienen, dan wordt het wel een lastige. Want er gaan echt momenten komen dat je denkt, dus jij zegt van dat moet niet je doel op zich zijn. Nee, ik denk dat je het dan wel zwaar gaat krijgen. Ja. Ja. Hey, even een... lastige stelling, denk ik. Maar je moet kiezen. Ben jij momenteel een contentmaker of ben je registeraccountant? Ik ben meer contentmaker. Contentmaker. Ja. Ik hou wel heel bewust mijn titel nog. Want daar heb ik sowieso hard voor gestudeerd. En het helpt wel in mijn geloofwaardigheid. En mijn expertise status. Maar ik ben wel meer contentmaker en marketeer ook wel. Ja. Nou, je kon de keuze veel makkelijker maken dan gedacht had. Ik heb hier ook wel eens over nagedacht, hoor. Want ik zal nooit meer terug de accountie ingaan. Ik zal nooit meer een jaarrekening aftekenen. Nee, ik vind dit veel te leuk om te doen. Nooit meer een loondienst werken ook? Nee. Nee, ik denk ook niet dat ik dat nog kan. Ik ben wat dat betreft... Te veel uit het systeem. Ja, en veel te veel mijn eigen plan willen trekken. Wat ik bijvoorbeeld heerlijk vind aan ondernemen is dat ik heb vandaag een idee en ik ga het vandaag uitvoeren en kijken hoe het loopt. En in loondienst, ik had altijd hele leuke ideeën. Maar ja, dan leg je dat aan iemand voor. Dan moet dat vervolgens... we gaan kijken wat we ermee gaan doen. Nou, dan wordt dat intern allemaal besproken. Een paar maanden later, dan komt er een keer reactie. Ja, dan... Is het momentum al weg? Dan ben je te laat.
Dus dat zie ik bij heel veel bedrijven gebeuren die groot zijn. En dat is gewoon zonde. En dat was ook een beetje de dingen waar je tegenaan liep toen je nog in loondienst zat. Dat je dacht van, ja, maar jongens, dit duurt te lang. Ik wil gewoon snel beslissingen maken en mijn eieren zelf in kwijt kunnen. Ja. Ja. Ik denk dat je dat als ondernemer ook wel merkt. En dat dat iets is, dat zit heel veel in je. Dat kun je ook wel ontwikkelen. En in mijn geval zat dat er altijd wel in. Maar is dat doordat ik ondernemer ben geworden, is dat helemaal naar buiten gekomen? Dat ik dat kan en dat ik dat juist ook heel erg leuk vind. Ja. En dat ik daar heel snel naar wil handelen. Vandaag een idee, vandaag online, vandaag kijken hoe het loopt. In plaats van wachten en kijken. En ja, dat is toch het nadeel van een groot bedrijf. Dan heb je dat automatisch. Is dat ook noodzakelijk, denk je, in deze tijd als ondernemer? Dat je echt gewoon heel snel schakelt van idee naar implementatie gaat? Omdat je anders al... Ja, ik denk wel dat je continu in ontwikkeling moet zijn. Als ik nu achterover ga leunen en denken van, oh, ik heb het eigenlijk wel prima op de rit met de Happy Financial en niks nieuws ontwikkel, dan loop ik daar wel tegenaan. Want de wereld is continu in ontwikkeling. Als ik hetzelfde deed nu als wat ik 7 jaar geleden deed, dan had ik ook heel veel boten nog gemist. Maar dan had ik de TikTok-boot gemist bijvoorbeeld. TikTok-boot. Nou, dat is natuurlijk hartstikke zonde. Die heb ik gemist, hoor. Ja, ik vind het heerlijk. Nou ja, ik kan er nog steeds opstappen. Maar, ik wou zeggen, het is nog steeds... Maar je moet continu bezig blijven met nieuwe ideeën. Ja. Om op die manier weer verder te kunnen groeien. En ik denk in de wereld van social media waarin ik nu zit... Ja, die verandert zo snel. Dan moet je wel een beetje bijblijven om ervoor te zorgen dat je nog relevant bent. En om de leuke dingen te kunnen doen. Ja. Hey, er is natuurlijk, dat zie jij terug aan het aantal klanten wat je hebt, het aantal views wat je hebt. Ik denk dat wij een vergelijkbare missie hebben, namelijk Nederlanders en Vlamingen financieel onderwijzen en slimmer maken. Er zijn heel veel mensen, of relatief veel mensen, die dat momenteel doen of proberen te doen. Maar eigenlijk is het natuurlijk wel een beetje triest dat heel veel van deze zaken, dat we dit niet ooit geleerd hebben, toch? Of hoe zie jij dat? Ja, zeker. En dat is ook gewoon heel erg zonde. Dat zijn dingen die op een middelbare school heel goed geleerd zouden kunnen worden. Basisdingen ten aanzien van de administratie. Je persoonlijke financiën goed op orde hebben. Hoe werkt het met een hypotheek bijvoorbeeld? Vinden mensen ook heel erg lastig. En op het moment dat je daar al een keer in een vroeg stadium mee hebt kennis gemaakt, dat kan heel veel schelen. Ja. Dus als jij minister van Onderwijs zou zijn, dan zouden dat de dingen zijn die veranderd zouden worden. Ja, zeker. Ja. Nou ja, aan de andere kant natuurlijk fijn voor ons, want daardoor hebben wij recht op onze onderneming en is er genoeg te doen. Ja. Maar ik verbaas me daar wel over. Ik denk van dit zijn gewoon echte basisdingen die iedereen een hypotheek aanvragen of belastingaangifte doen. Ja. Ja, en aan de andere kant is precies wat je zegt. Dat zorgt er wel voor dat wij dan voldoende werk hebben. Dus eigenlijk moeten ze het vooral niet doen. Maar ik zie dat voorlopig niet veranderen. Nee, ik zie het ook niet meer. Helaas. Nee, en het is ook, als ik ook kijk naar de dingen die ik bijvoorbeeld plaats, zijn heel veel dingen die gewoon ook op de website van de Belastingdienst staan. Want ik verzin het allemaal niet zelf. Het zijn gewoon wet en regelgeving die ik uitleg. Dus die staan er allemaal wel. Maar als ik dan kijk hoe het daar staat en hoe ik het vertel, dan denk ik, ja, dan snap ik wel dat ik nog heel veel werk heb. Ja, en mensen denken niet zo snel, joh, ik ga eens even kijken op de site van de Belastingdienst hoe dit of dat ziet. Terwijl ze wel op TikTok of Instagram en dan jou toevallig zien voorbij komen. Op een gegeven moment misschien bepaalde dingen hebben opgezocht in het algoritme zitten. Ja. Ja, en wat dat betreft is net als de website van de Belastingdienst, dan moet je al weten waar je naar je zoekt. En ik heb bijvoorbeeld over, je kunt belastingvoordeel halen door te investeren. Maar als je dat opzoekt op de website van de Belastingdienst, dan ga je het niet vinden. Nee. Terwijl ik dan weer uitleg hoe je het kunt doen en welke regeling dat is. En op die manier maak je mensen slimmer. Ja, en dan kunnen ze altijd nog, als jij hun dan een idee gegeven hebt, daar zelf natuurlijk nog meer informatie voor zoeken. Hoe ben jij als docent aan Nijrode, hoe ben je daar terechtgekomen als docent? Dat is eigenlijk gelijktijdig gegaan met mijn overgang van loondienst naar ondernemer. Want het had meerdere redenen, maar een van de belangrijkste destijds was dat ik als accountant, als registeraccountant, heb je permanente educatie. Dus je moet ieder jaar voldoen aan de permanente educatie. Yeah. Inmiddels is dat een portfolio geworden, maar destijds was dat echt nog met punten. Zodat je moest laten zien dat je continu bijbleef met de actualiteiten en dat soort dingen. En dat kon je ook doen door middel van lesgeven. Dus ik dacht, dit is heel erg slim. In plaats van dat ik moet gaan betalen om die PE-punten te halen, veel geld, ga ik gewoon ervoor zorgen dat ze mij gaan betalen voor het halen van die PE-punten.
Slim, inderdaad. Ja, ja, ik heb overal over nagedacht. Ja, ja. Alles berekend. Ja, en ja, stond ook in mijn sheetje. Dus ik vond het echt heel erg leuk ook meteen om te doen. Dus het contact met de studenten. Het zijn allemaal jonge accountants. Die maken we hele andere dingen mee. Ik bleef heel erg bij in het vak. Dus ik wist echt precies wat er leeft. En dat maakt het lesgeven dan wel weer heel leuk. Ja, ik denk dat het ook heel leuk is om aan leergierige studenten dingen te ja. leren, toch? Die er gemotiveerd ja. zijn. Ja, en dat zijn zij wel allemaal. Want de studenten waar ik les aan geef, zijn allemaal studenten die in deeltijd werken. Dus maandag tot en met donderdag werken. En dan op vrijdag naar hun studie gaan. Ja, ik zeg deeltijd, maar eigenlijk is dat gewoon fulltime plus nog studie. Maar goed, dat, ja. ja. het is wel een pittig traject. Maar daardoor zijn ze wel heel gemotiveerd. En willen ze ook echt wel. En het zijn echt wel mensen die verder gaan. Dus ja, een hele leuke doelgroep. Ja, ja. Dus dat blijf je voorlopig ook nog met veel plezier doen? Ja, ja, en ik heb heel veel verschillende vakken gegeven. En ik merk dan toch dat mijn hart ligt het diepst bij de statistiekvakken. Dat heeft misschien met mijn wiskundeachtergrond te maken. Ja. Die vind ik het allerleukste om te doen. Zeker omdat de studenten aan het begin van het college echt zo met hun zuur gezicht binnenkomen. Van oh, statistiek, dat vinden ze allemaal niks. En als ze dan aan het einde zeggen van, oh ja, oh nee, nou het viel toch wel mee. Of nu snap ik het wel. Dan denk ik, oh, dat is eigenlijk precies hetzelfde als wat ik met de Happy Financial doe. Ondernemers financiën duidelijk maken en accountants statistiek duidelijk maken. Ja, dat is leuk ja, als dat lukt. Ook daar doe je het op een simpele, leuke manier. Ja. Waardoor die studenten ook denken van, oh ja, nu snap ik het wel. Ja. Ja, dat is leuk. Ja, dezelfde manier die hanteer ik ook voor de klas. Hey, docent worden op Nijrode, dat is natuurlijk al een ding, heel gaaf. Ja. Maar hoe word je docent van het jaar? En niet één keer, maar twee keer. Ja, ja, dat was iedere keer weer een verrassing. In 2019 en 2021, docent van het jaar. En dat was ook nog met name voor de vakken, de statistische vakken. Dus echte vakken waarvan studenten al denken, oh, bal. En dat word je met name door de positieve studentenevaluaties. Dus na elk vak geven studenten cijfers aan jou als docent, hoe je les hebt gegeven. En daar waren ze altijd heel positief over mij. Ze kunnen je niet wegstemmen zoals bij zo'n tv. Nee, precies. als we van het eiland afstemmen. Ja. Van, oh, ga jij maar naar huis. Studenten zijn wat dat betreft natuurlijk wel altijd super eerlijk. Dus inderdaad, als het ze niet bevalt had, dan hadden ze het ook wel gezegd. Dan had ik het ook wel gehoord. Dus positieve studentenevaluaties en goede samenwerking met de faculteit zorgt er dan voor dat je docent van het jaar wordt. Ja. Gaaf. Ja, vond ik echt heel leuk. Dat is ook iedere keer dus echt een verrassing dat ik het niet zag aankomen. Dus, heb je daar dan ook een mooie trofee voor die thuis op de... Nee. Nee? Nee, dat is wel jammer. Oh, dat is wel een beetje karig. Ja, hier ga ik nog eens even achtergaan dat ze die toch maar eens met terugwerkende kracht voor mij moeten regelen. Nou, in ieder geval een mooie titel natuurlijk. Ja, leuk. Hey, super interessant allemaal. Ik wil graag met jou het nog interessanter maken voor onze kijkers en luisteraars door vooral eventjes veel praktische tips te geven. En met name voor de ondernemers en de ZZP'ers. Want er zijn heel veel dingen die nog gedeeld kunnen worden of waar mensen meer over willen weten. Laten we eens beginnen met belastingaangifte. En dat is natuurlijk redelijk breed, hè? Want je hebt inkomstenbelasting. Wat zijn daarin veel gemaakte fouten die jij ziet? Wat ik zie is dat ondernemers te weinig geld opzij zetten voor een belasting. En dat komt een beetje omdat zodra je begint met ondernemen, met een eenmanszaak of een VOF, wat de meeste ZZP'ers doen, heb je te maken met twee verschillende omzet of twee verschillende belastingsoorten. Dus je hebt allereerst te maken met je BTW, de omzetbelasting. Die geef je ieder kwartaal aan op basis van je omzet. En aan de andere kant heb je je inkomstenbelasting. En die geef je aan het einde van het jaar aan over je winst van het afgelopen jaar. En zeker die laatste, die inkomstenbelasting, die wordt heel vaak vergeten. En dat is toch best wel een portie met geld. Zeker als je aardig wat winst hebt gemaakt. Dan is dat ongeveer, kan dat ruim 30% van je winst zijn. Ja, dat is toch makkelijk. Ja, het is gewoon zonde. Zeker als je, want dan krijgen mensen... doen ze een aangifte en dan zeggen ze, ja, ik moet in één keer heel veel geld terugbetalen. Dan, ja, dat is gewoon zonde. Ja. Ja. Wat zijn dan, als we hem even omdraaien, tips om het wel op een goede manier te doen? Waar laten mensen veel geld liggen wellicht? Door optimaal gebruik te maken van belastingvoordelen, zorg er altijd voor dat je in ieder geval voldoet aan het urencriterium. Dat is 1225 uur per jaar. Dan kun je gebruik maken van de zelfstandige aftrek, startersaftrek, 7000 euro.
De MKB-winstvrijstelling krijgt iedere ondernemer. Dus daar hoef je eigenlijk niks voor te doen. Dus dat is een mooie post. Maar ook zeker dingen zoals de investeringsaftrek. Dus op het moment dat je investeert voor meer dan 2600 euro in één jaar tijd, dan krijg je een groot gedeelte, ruim 28% of 28%, krijg je terug van dat investeringsbedrag door middel van je aangifte. Ja. Dus. Ja, dat benoemde Thijs van Lange laatst hier ook inderdaad in de podcast. Maar dat ziet wat veel en dat is gewoon zonde, ondernemers ook niet weten. Want misschien zit je net eronder op 2400. Ja, koop dan nog even in dat jaar er wat bij. En dan krijg je 28% dus terug over dat totale bedrag. Nou, dan heb je misschien een gratis laptop. Of, precies, ja. En dat zijn, alles telt daarin mee, behalve bijvoorbeeld personenauto's of huizen of iets dergelijks. Maar als jij een laptop en een telefoon koopt en misschien nog een camera of iets anders voor op je kantoor of een machine, ja, dan tikt het toch behoorlijk aan. Ja, 100%. Ja. Ja. En die andere twee regelingen die je als eerste noemde, de starters en de zelfstandige aftrek. Ja. Klopt het dat je die 3 jaar binnen de eerste 5 jaar van oprichting mag gebruiken? Voor je startersaftrek geldt dat inderdaad, dat je die 3 keer mag toepassen in de eerste 5 jaar van je ondernemerschap. Dus stel nu dat je aan het einde van het jaar start met je bedrijf en je komt niet aan die uren, want je moet wel minimaal 1225 uur gemaakt hebben, het urencriterium. Dus dan moet je ook een goede administratie van die uren bijhouden. Want dan moet je wel kunnen aantonen. Ja, bij een controle moet je dat kunnen aantonen. Ja. Door middel van je agenda, e-mails, afspraken, facturatie. Je bent daarin wel vrij. En let er ook wel op dat alle uren meetellen. Dus niet alleen de uren die je hebt gefactureerd aan je klanten, maar ook je reistijd, administratie, marketing, het maken van je website, offertebesprekingen. Dus dat is best wel breed. Ja. Dus dat komt neer op ongeveer 24 uur per week als je een heel jaar doet. Maar als je die startersaftrek bijvoorbeeld niet in dit jaar kunt toepassen, dan mag je hem dus wel meenemen naar volgend jaar. Zolang het maar binnen die eerste 5 jaar van je ondernemerschap is. Ja. Ja, maar je zou dus een beetje kunnen puzzelen en kijken van in welk jaar het interessant is om die joker, om hem zo maar even te noemen, in te zetten. Ja, nou is wel mijn tip om op het moment dat je hem kunt toepassen, hem zoveel mogelijk dit jaar en nu toe te passen. Want je ziet dat er heel veel van die maatregelen worden versoberd. Hmm. Dat zien we bijvoorbeeld bij de zelfstandige aftrek. Die was in 2023 nog ruim 5000 euro. In 2024 is die nog maar 3750 euro. En die gaat in 2027 naar 900 euro. Ja. Dus zodra je er gebruik van kunt maken, doe het. Claim hem en dan heb je dat in ieder geval te pakken. Ja, mooi. Hey, de auto van de zaak. Dat is natuurlijk ook eentje die vaak voorbij komt. Hè. Kan ik dat nou best op de zaak zetten of privé? En dan hebben we ook nog daarbinnen weer de youngtimer. Precies. Wat kan je daarover over zeggen? Ja, dat is een iets ingewikkeldere berekening om te maken. Je hebt eigenlijk verschillende keuzes. Of je zegt, ik ga de auto privé rijden. Dan zijn alle autokosten die daarbij horen, denk aan tanken, onderhoud, verzekering, maar ook parkeerkosten bijvoorbeeld, zijn allemaal voor mij privé. En ik mag dan vanaf 2024 23 cent per zakelijk gereden kilometer in rekening brengen aan mijn eigen bedrijf. Dat is dan het privé. Een auto privé rijden. Ja, dus die gaat nu dan iets omhoog als ik het goed begrijp, toch? Ja, ja. Dat was eerst 21 cent in 2023 en dat is nu in 2024 is dat 23 cent. Ja. Dus nou ja, daar rij je natuurlijk geen auto voor, dus het is nog steeds erg weinig. Maar goed, daar moeten we het mee doen. Een andere optie is dat je de auto zakelijk gaat rijden. Dus dan zetten we de auto op de zaak, noemen we dat. Yeah. En dan mag je alle autokosten aftrekken. Dus dat wil zeggen, hetzelfde tankkosten, onderhoudskosten, verzekering, belasting, parkeerkosten. Maar ook denk aan de afschrijvingen van de auto. Want dat is het hele auto op de zaak zetten. Dan staat die op de balans en dan ga je daarover afschrijven. Yeah. Dat is een heel groot gedeelte van je kosten. Dus dat drukt heel erg je winst, waardoor je over een lager bedrag belasting gaat betalen. Dus dan heb je een belastingvoordeel. Mm-hmm. Maar aan de andere kant, op het moment dat jij meer dan 500 kilometer per jaar met die auto privé gaat rijden, moet je bijtelling gaan betalen. En dat is 22% over de kataloguswaarde. Dus dat ligt er heel erg aan of dat die autokosten aftrekken opwegen tegen die bijtelling die je moet gaan betalen. Ja. Als je de auto ook privé gaat rijden. Nou ja, 500 kilometer, daar zit je redelijk snel. Ja, dat is eigenlijk bijna niet te doen, tenzij je echt 2 auto's hebt bijvoorbeeld. Nee. Dus dat je ook een privéauto hebt. Ja. Dus jij zegt eigenlijk, of het beter is op de zaak of privé, dat moet je gewoon even uitrekenen. Dat hangt helemaal vanaf. Hangt van heel veel dingen af. Hangt van de kilometers af die je rijdt, zakelijk en privé. Hangt van de soort auto die je hebt af. Wat zit daar aan afschrijving in?
Wat zijn de kosten die komen kijken bij die auto? Is het een hele dure auto? Is die heel duur in het onderhoud? Wat tank je bijvoorbeeld? Ja, al die dingen tellen heel erg mee. Ja. En dan hebben we ook nog de youngtimer. Hoe ziet dat precies? Ja, het voordeel van de youngtimer regeling is dat je niet de bijtelling betaalt over de cataloguswaarde, maar over de dagwaarde. En die dagwaarde is natuurlijk veel lager dan de oorspronkelijke cataloguswaarde van zo'n auto. En dan moet het wel gaan om een auto van minimaal 15 jaar. Dus vanaf dan kun je dus de youngtimer regeling gebruiken. Dat is dan wel een voordelige auto. Het heet youngtimer, maar eigenlijk rij je dan een oldtimer. Ja, nou ik moet ook eerlijk zeggen, mijn eigen auto die ik gewoon privé rijd, die is dat is een 14 jaar oude Mini inmiddels. En die begint zoveel gebreken te vertonen dat ik denk van ik snap niet zo goed hoe mensen dat met een youngtimer, hoe ze die in leven kunnen houden. Want het is, je hebt echt wel heel veel onderhoudskosten aan. Ja. Ja. Dus die is ook aan het einde. Maar dat kan dus interessant zijn, want dat biedt ook voordelen met de wegenbelasting, toch? Of zit ik nu... Dat is met name... dan moeten de auto's weer wat ouder zijn. Ja, volgens mij is het dan 35 jaar, maar dat zeg ik even uit mijn hoofd. Dus dat zou ik even moeten opzoeken. Maar de youngtimer regeling is met name interessant, omdat je dus een lager bedrag bijtelling betaalt. En al die onderhoudskosten, zo'n auto wordt natuurlijk duurder in het onderhoud, die mag je dus wel op de zaak zetten dan. Ja, dus nou, dat is dan wel een voordeel inderdaad. Ja. Ja. Nou ja, we kunnen over al deze onderwerpen uren, maar we hadden besproken met elkaar van dat we er snel een aantal zouden doen. En aan het einde kunnen mensen natuurlijk voor meer diepgaande informatie naar jouw platform The Happy Financial toegaan. De eenmanszaak of de BV, daar hoor je natuurlijk heel vaak over van waar ligt die grens, wanneer is het interessant om naar de BV te gaan. Ja. En er schijnen ook wat versoberingen bij de eenmanszaak aan te komen, toch? Ja, precies. Dus gemiddeld genomen is ongeveer 100.000 euro winst per jaar de grens waarvan je zegt, nou vanaf dan is het fiscaal voordeliger om een BV, een besloten vennootschap, op te richten. Ja. En dat heeft te maken met, bij een eenmanszaak betaal je inkomstenbelasting over je winst uit onderneming. En dan heb je dus recht op die ondernemersaftrekposten waar we het net over hadden. De zelfstandige aftrek, de startersaftrek, de MKB winstvrijstelling. Allemaal dingen die je niet krijgt op het moment dat je een BV hebt. Maar goed, je betaalt dan wel over de eerste 75.000 euro bijna 37% belasting. Bij een BV krijg je te maken met verschillende soorten belastingen, waaronder de vennootschapsbelasting. Die is tot een winst van 200.000 euro 19%, dus echt een stuk lager dan die inkomstenbelasting. Yeah. Maar je krijgt ook te maken met een minimaal DGA-salaris. Je gaat dan in dienst bij je eigen bedrijf en dan moet je loon uitkeren. Ja, DGA staat voor directeur, groot aandeelhouder, voor de mensen die... Precies, en die daar ga ik toch geen lastige termen gebruiken. Nee, doe je toch. Ja, doe ik toch. Dat zit er dan zo in. Ja. En daar moet je dus een minimaal salaris uithalen van 52.000 euro per jaar. En daar betaal je dan natuurlijk loonbelasting over. Ja. Dus daar zit een kantelpunt in. Want een besloten vennootschap brengt ook wat meer kosten met zich mee. Eenmalige kosten, notariskosten om een akte van oprichting te maken. Maar ook jaarlijks terugkerende kosten, omdat je iemand moet betalen om de VPB-aangifte te doen, de jaarrekening te deponeren, et cetera. Dus daar zit een kantelpunt in wanneer een BV dus fiscaal voordeliger is, dan zeggen we ongeveer 100.000 euro. En door de versoberingen van die eenmanszaak, dus door het verlagen van de zelfstandige aftrek, het verlagen van de MKB-winstvrijstelling, komt dat punt, gaat er wel iets naar beneden ten opzichte van eerdere jaren. Dus het kan nu eerder interessant zijn om die stap te gaan, maken. Het is altijd goed op het moment dat jij als ondernemer met een eenmanszaak het gevoel hebt van, ik er zit heel veel groei aan te komen. Ik verwacht heel veel van mijn bedrijf. Ik heb niet een eenmalige uitschieter en een hele hoge winst. Ja. Om dan te kijken, misschien is een BV dus wel voor mij gunstiger om op te zetten. En je kan ook, als je dat nog niet zeker weet, maar het lijkt allemaal heel goed te gaan bij de Belastingdienst aangeven van, ik ben voornemens, het is te verwachten dat we richting een BV gaan, toch? Volgens mij moet je dan voor 1 oktober, of zijn er twee data in het jaar dat je dat kan aangeven? Ja, voor 1 oktober van het jaar moet je dan een intentieverklaring bij de Belastingdienst binnen hebben. Waarin je dus aangeeft inderdaad dat je voornemens bent om een BV op te richten. En dan kun je dus per 1 januari nog over. Dus dan haal je nog alle belastingvoordeel van dat jaar kun je dus nog meekrijgen. Ja, precies. Dus dan kan je eigenlijk nog met terugwerkende kracht. En dan heb je, ik heb het zelf ook gedaan, had een gecombineerd boekjaren of hoe noem je dat? Ja, dan heb je gewoon een normaal boekjaar vanaf 1 januari tot en met 31 december volledig in de BV. Dus dat kan zeker. Ja.
ZZP'en, daar gaan de regels wel behoorlijk aangescherpt worden. Wat je natuurlijk heel vaak ziet in de praktijk is dat mensen eigenlijk een schijndienstverband hebben. En als ZZP'er eigenlijk maar één opdrachtgever hebben, waardoor de werkgever geen loonbelasting hoeft te betalen. Daar is de overheid natuurlijk minder blij mee. Hoe zit dat precies? Ja, ze willen steeds minder mensen die dus echt onder die schijnzelfstandigheid werken, willen ze op die manier laten werken, omdat jij als ZZP'er daarbij heel veel risico loopt. Het wordt aan de ene kant heel erg gezien als bemoeienis vanuit de overheid, maar vanuit de andere kant is het wel echt een bescherming van jou als ZZP'er. Want op het moment dat er iets met jou gebeurt, jij wordt ziek, je kan je werk niet meer doen, dan ben jij degene die daarvoor moet opdraaien. En op het moment dat jij gewoon in loondienst was geweest, dan is jouw werkgever, of ben jij via jouw werkgever daarvoor verzekerd. En dan loop je dat risico dus niet. En daar hebben ze dus verschillende nieuwe regelingen. Die wet die moet er nog doorheen. Maar een van de dingen is dat ze bijvoorbeeld gaan kijken naar een minimum uurtarief van ZZP'ers. En dat is dan €32,24 per uur. Als je daaronder zit, dan gaan ze zeggen van nou, er is een grote kans dat jij toch in loondienst bent bij dat bedrijf. Omdat jij eigenlijk een te laag uurtarief hebt. Want voor dat uurtarief zeggen ze, daar kun jij niet alles voor regelen wat normaal gesproken door jouw werkgever geregeld wordt. Zoals pensioen en verzekeringen. Dus ze willen het enerzijds doen om de ZZP'er te beschermen. Omdat die gewoon natuurlijk kwetsbaar is als ZZP'er zijnde. Maar heel eerlijk heb ik toch ook wel het idee dat ze die extra loonbelasting die ze dan, want dat gaat om veel geld, daar ook wel blij mee zouden zijn. Nou, je betaalt eigenlijk dezelfde inkomstenbelasting. Dus dat zijn dezelfde percentages en tarieven als ZZP'er ten opzichte van iemand in loondienst. Dus het enige is dat je dan dus niet die ondernemersaftrekposten hebt. Ja. Dus daar wint de overheid zeker wel wat geld op. Maar echt het belastingpercentage aan zich en alle kortingen, arbeidskorting, algemene heffingskorting, die heb je als ZZP'er met een eenmanszaak net zo goed als iemand in loondienst. Nee, klopt. Alleen voor een werkgever is het natuurlijk wel het verschil, die loonbelasting die betaald wordt. Ja, en dat gaat natuurlijk wel naar het Rijk. Een werkgever die wil natuurlijk, die is er wel veel aan gelegen om mensen echt in te huren als ZZP'er, ook als flexibele schil. Lopen geen risico daarover. Vanuit een werkgeversperspectief, die besparen daar wel veel geld op, ja. Ja. Ik ben benieuwd naar, wie kent hem niet, de core-regeling. Dat is natuurlijk ook een term die voorbij komt. Laten we daar eens mee beginnen. Waar staat COR voor? COR staat voor kleine ondernemersregeling. Dus weer een van de afkortingen. De financiële wereld zit er vol mee. Maar de COR is denk ik wel een van de bekendste, ja. Ja. Hoe werkt die precies en voor wie is die? De COR is een BTW-vrijstelling. Dus in plaats van dat je ieder kwartaal BTW-aangifte doet, hoef jij dus als deelnemer van de COR geen BTW-aangifte meer te doen. Nog een voordeel is dat je geen BTW-administratie bij hoeft te houden. Je mag geen BTW meer op je facturen zetten. Je hoeft niet eens een factuur uit te reiken naar je klanten. Dus dat zijn de voordelen. Het is echt een administratieve lastenverlichting voor kleine ondernemers. Nadeel is dan wel dat je ook geen BTW meer mag terugvragen. Dus als jij best wel kosten hebt, mag jij geen BTW daarover terugvragen, wat je dus als reguliere BTW-ondernemer wel mag doen. En een belangrijke voorwaarde om überhaupt deel te mogen nemen aan de COR is dat je maximale jaaromzet hebt van €20.000. Ja, precies. Dat was mijn vraag. En hoe werkt dat dan? Je zegt van je hoeft niet eens een factuur te sturen. Dat kan dan ook gewoon een soort van kwitantie-achtig iets zijn? Nou, het hoeft zelfs niet eens. Zelfs dat hoeft niet. Nee, want wat je heel veel ziet is dat de COR met name interessant is voor ondernemers die heel veel particuliere klanten hebben. En die weinig kosten hebben in verhouding. Ja. Want voor een particulier maakt het niet zo heel veel uit of ik een... Of maakt het helemaal niks uit of ik een factuur of een kwitantie met of zonder BTW krijgen, want ik kan het toch niet terugvragen als particulier. Dus je ziet het heel veel in dienstverlenende beroepen. Denk bijvoorbeeld aan nagelstylisten, kappers, mensen die echt voor particulieren werken en waar ze weinig inkopen hebben. Nou, en stel je stuurt dan wel een factuur, doe je dan geen BTW erop of zet je 0% BTW erop? Want daar hoor je ook wel eens verhalen over. Ja, dat is goed om over. Daar scherp over te zijn. Je zet daar geen BTW op en je zet dan de tekst erop dat een factuur is vrijgesteld van omzetbelasting op basis van artikel 25 wet OB. Met OB. Ja, ja. Het staat allemaal op mijn website. Maar het is een standaard zinnetje die je dan op je factuur of je kwitanties kunt zetten als je toch zakelijke klanten hebt die wel een factuur of kwitantie nodig hebben.
Nou, dat is meteen een mooi bruggetje naar de facturering. Ja. Want daar gaan ook vaak genoeg dingen mis. Waar moet een goede factuur nou minimaal aan voldoen qua eisen? Ja, je hebt verschillende eisen vanuit de Belastingdienst. En dan ga ik ze heel even uit mijn hoofd allemaal opzeggen. Vergeef het je als je het niet allemaal weet. Ik heb er meerdere video's over gemaakt, dus ik zou ze moeten weten. Jouw eigen naam en adres van je bedrijf. Yeah. En naam en adres van je afnemer. En let wel op dat een postbusnummer hierbij niet voldoende is. Je hebt echt een fysiek adres nodig. Een plaats en een datum. Een doorlopende nummering. Dus bijvoorbeeld 2024-001-002, et cetera. Wat je hebt geleverd. Welke goederen, welke diensten en hoeveel. De prijs per item, dus per geleverd stuks. BTW-percentage, 21,9 of 0% BTW. En dan totaalbedrag. En natuurlijk de dingen zoals je BTW-nummer, KVK-nummer. Je bankrekeningnummer is wel een hele handige om bij te zetten. Als je betaald wil worden. Ja. Ja. En ik zou zelf natuurlijk ook altijd een betalingstermijn opzetten. Om ervoor te zorgen dat je op tijd je factuur betaald krijgt. Ja, en hoe lang die betalingstermijn is, dat is weer wisselt weer heel erg van de branche waar je in zit, toch? Ja, er is een wettelijke betalingstermijn bij MKB-bedrijven, waar jij als ZZP'er of iemand met een eenmanszaak ook onder valt. En dat is 30 dagen. Mm-hmm. Dus op het moment dat jij een factuur stuurt, staat er eigenlijk standaard 30 dagen op. Maar jij mag zelf natuurlijk ook zeggen van nou, ik wil binnen 14 dagen betaald worden. Maar in principe geldt altijd die betalingstermijn van 30 dagen. Maar ben je daar dan helemaal vrij in? Kan je ook zeggen, nou, ik heb nu... Ik ben ZZP'er, ik heb even geld nodig. Ik doe een betalingstermijn van 1 dag. Ja, als jij dat, is dat reëel? Omdat, Weet je, dat ligt natuurlijk ook heel erg aan je klanten. En wat je wel ook heel veel ziet, is dat je zegt van nou, ik heb een betalingstermijn van 7 dagen. Of als jij binnen zoveel dagen betaalt, krijg jij een betalingskorting van 1% op de hele factuur. Ja. En als het om grote bedragen gaat, dan wil dat nog wel eens de moeite zijn voor je afnemer om dat te doen. Maar je bent er in principe vrij in. Maar ja, het is natuurlijk ook wel een beetje in samenspraak met je klant. Van nou, wat is nou reëel? En je kan er in principe op zetten wat je wil. Ja. Hey, en je zegt een doorlopende nummering. Heel belangrijk dat klopt. Daar mag je ook niet later nog in gaan zitten knoeien. Hè? Dat je denkt van nou, ik heb een factuurtje vergeten. Die friemel ik er nog even tussen. Of die haal ik eruit. Ja, dat zijn van de dingen die wij als accountants, een van de eerste checks die wij doen, is gewoon een dump maken uit de online administratie en dan heel snel die doorlopende nummering checken. En dan alle factuurnummers die eruit vallen, daar moet dan een verklaring voor zijn. Bijvoorbeeld het was een creditering of er is een klacht geweest, dus we hebben het gecrediteerd of ligt aan het bedrijf. En hoe doe je dat dan op een goede manier? Is dat dan als je een creditfactuur maakt 2024-001-C bijvoorbeeld, ja. Ja, en dan valt die nummering er eigenlijk al niet automatisch uit. Dus op het moment dat jouw doorlopende nummering niet klopt, dan heb je al handmatig iets zitten doen. Ja, en dan worden de accountants al niet blij van. En dan moet je wel echt kunnen uitleggen wat je gedaan hebt. En dan moet je het zelf ook weten wat er gebeurd is. Dus het is niet alleen maar voor je accountant of de Belastingdienst. Maar je wil zelf ook weten dat de omzet klopt in je administratie. Maak je alweer een mooi bruggetje. Want dan gaan we naar de boekhouder inderdaad. Ja. Ik zie toch veel mensen, ondernemers, je zei al van ja, die zijn heel goed in hun webshop. Ja. Of een website maken of dat soort dingen. Die hele administratie, die boekhouding, dat wordt toch vaak eerder als een last dan als een lust ervaren. Daar ligt niet echt de passie van de meeste ondernemers. En die denken ook van ja, maar daar heb ik een boekhouder voor. Die regelt alles voor mij. Daar hoef ik me niet druk over te maken. Ja, en dat vind ik ook weer zonde. Want jij bent als ondernemer, je bent en blijft zelf verantwoordelijk voor het doen van juiste, tijdige en volledige aangiftes. Dus op het moment dat er fouten worden gemaakt in een aangifte, dan ben jij zelf altijd nog wel verantwoordelijk. Dus dan zal de belasting niet altijd naar jou toe komen. Dus jij moet er echt voor zorgen als ondernemer dat jij jouw boekhouder alle informatie geeft waarvan jij denkt dat die relevant is. Dus bespreek dat ook heel goed van tevoren. Welke documenten wil je hebben? Welke gegevens moet ik aanleveren? Wat zijn dingen waar ik aan moet denken op het moment dat ik daarmee te maken krijg? Wat zijn de deadlines? Stel dat je gaat zaken doen met het buitenland, dat je een klant hebt in België, ja, dan veranderen er alweer wat dingen ten aanzien van de BTW bijvoorbeeld. Ja. Dat soort dingen, die wil je wel afstemmen met je boekhouder, dat er dan bij jou een belletje gaat rinkelen van, oh, nu moet ik heel even bellen om te kijken of ik mijn factuur goed ga sturen. En op het moment dat je dat doet, dan zit je er zelf ook beter op. En weet je veel beter wat er gebeurt.
Dus ja, als je een boekhouder hebt, fijn. En ja, dan kan je dat deels misschien dingen uitvoerend loslaten. Maar jij blijft altijd verantwoordelijk daarvoor. En het is ook wel goed om enige vorm van kennis te hebben. En die boekhouder een beetje scherp te houden. Ja, dat je ook de juiste vragen kunt stellen. Van, hey, is het inderdaad, net zoals die investeringsaftrek, is het nog slim om te gaan investeren? Heeft dat nog zin? Wat kan ik daarmee besparen? Of heb ik voldoende geld opzij gezet voor mijn belasting aan het einde van het jaar? Dat zijn allemaal dingen die je aan je boekhouder kunt vragen. En je moet het ook zelf zien als, hey, je bent ondernemer, je werkt heel hard. Dan wil je ook wel weten wat er uitkomt. Maar je wil grip hebben op die cijfers. Ja, je wil niet één keer per kwartaal te horen krijgen, oh ja, dit heb ik omgezet. Dat wil je gedurende de periode weten. Je bent bezig met een project. Levert dat project wel voldoende op? Of moet ik me gaan focussen op ander soort projecten? Maar is dat niet meteen ook een valkuil van veel ondernemers, dat ze te weinig op die cijfers zitten, waardoor ze eigenlijk ook niet de grip hebben en ja, pas na afloop veel te laat vaak die cijfers krijgen. Hè? Want dat is uit het verleden, zeg maar. Dat je daar veel meer bovenop moet zitten om aan de hand daarvan nog strategische beslissingen met je bedrijf te maken. Zeker. Ja, die beslissingen voor de toekomst zijn heel erg belangrijk. En zolang je blijft ondernemen op gevoel, dat is heel goed natuurlijk. Maar dat wil je wel staven met cijfers. Ik heb dat zelf ook. Ik heb bepaalde producten waarvan ik denk, hey, dat loopt heel goed. Daar krijg ik bijvoorbeeld heel veel plug-and-play orders, zie ik daarvan binnenkomen. Ik denk, oh, die lopen supergoed. Maar dan ga ik kijken in de cijfers. Dan denk ik, oh nee, wacht even. Mijn e-book, dat doet het eigenlijk veel beter in verhouding. Dus dat zijn dingen, je hebt wel die achterliggende cijfers nodig om die intuïtie te kunnen onderbouwen. Ja, precies. Ja, uiteindelijk gaat het wel om de data en de cijfers. En zijn we niet bezig met een of andere hobby. Het kan misschien ooit begonnen zijn als een hobby, maar als het goed is, wordt het dan op een gegeven moment toch een stukje professioneel. Hè? En in verband daarmee, hoe doe je dan het bijhouden van een goede administratie? Probeer zoveel mogelijk te automatiseren. Ik ben echt een voorstander van alles in één systeem doen. Uh-huh. En probeer te voorkomen dat je losse Excel-bestanden, Google Sheets-bestanden hebt voor bepaalde dingen. Bijna alles kan in een standaard online boekhoudprogramma, kun je alles bijhouden. Dus je Activa-register voor je investeringen, bonnetjes inscannen en doorboeken. Je bankmutaties automatisch laten inlezen. Dus probeer het allemaal vanuit één programma te doen. Zoveel mogelijk te automatiseren. Scheelt gewoon ontzettend veel tijd. Ja. En voorkomt fouten. Dat je iets moet, zodra je iets moet overtypen, dan gaat er altijd iets fout. Ja, dus dat is wel veel te fout gevoelig, zeg je. Ja, is heel foutgevoelig. Ja. Dus dat. Maar zeg jij nou, Marjan, om geen Excel-bestand te gebruiken? Nee. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben begonnen met mijn bedrijf wel de eerste 3 maanden in Excel te doen. En toen dacht ik, ja, ik ben toch gek ook. Ik zit hier dingen over te typen. Wat zit ik nou te doen? Dan had ik al heel snel door, dit ga ik niet doen. En ik werk sinds 2016 ook met eboekhouden.nl. Werkt super fijn. Voor mij hartstikke top. Wil ik ook alleen maar blijven doen. Dus was ik heel blij mee. Ja. Niks meer over typen. Nee, dus dat is ook een tip qua programma die je kan meegeven. Eboekhouden. Ja. Ja, werk ik dus zelf al sinds 2016 mee. Heel praktisch. Werkt voor mij heel intuïtief. En je kunt er dus alles mee. En ik vind dus de app ook heel fijn. Want ik maak gewoon een fotootje van mijn tankbonnetje. Inscannen en dan wordt die geüpload. Nou, ik zou bijna denken dat je aandelen hebt in e-boekhouder. Ja, zouden ze wel moeten geven. Hey, misschien nog even als allerlaatste. We zouden nog veel meer kunnen doen. Maar laten we het hier voor nu eventjes bij houden. En dat is natuurlijk ook, of het zijn er eigenlijk twee. De eerste is, hoe bepaal je je uurtarief? Mm-hmm. Hè? Wat ben je waard? Weet je wat je waard bent of wat je moet vragen? En daaraan gelieerd, wat moet de prijs voor jouw product of dienst zijn? Ja, wat ik heel vaak zie bij een uurtarief bepalen, is dat ondernemers dat heel erg op gevoel doen. En dat is natuurlijk aan de ene kant goed, want je kent de markt en je weet vraag en aanbod. En die zijn heel erg van belang voor jouw uurtariefstelling. Mm-hmm. Maar zorg ook wel dat je minimaal voldoende overhoudt aan het einde van de rit. Dus bijvoorbeeld dat je al je kosten en al je belasting daarvan kunt betalen. Ja. En wat je daarbij moet doen, is even een rekensommetje maken. Van dit wil ik overhouden aan het einde van het jaar. Dit zijn alle kosten die ik heb in mijn bedrijf. Nou, dat is wat ik in totaal moet dekken, dat bedrag, dat totaalbedrag. En dat moet ik dekken door middel van mijn directe uren die ik heb.
Dus ga kijken welke uren ik... Je declarabele uren. Ja, mijn declarabele uren. Dus wat kan ik factureren aan klanten? Hoeveel verwacht ik dan ook daadwerkelijk te doen? Ja. En hou daar dan wel rekening mee dat je ook natuurlijk indirecte uren hebt. Want je kunt wel zeggen, oh ja, ik werk 40 uur. Maar daarnaast moet jij je administratie doen, je website bijhouden, je hebt reistijd. Ja, die uren, die ga je niet voor niks doen natuurlijk. Dus die moet je dan wel even meenemen in je berekening. En daar komt dus een tarief uit. En zodra je onder dat tarief gaat zitten, dan weet je dus eigenlijk dat alles wat je doet, elk uur dat je maakt, dat je eigenlijk verliesgevend bent. Ja. Ja, en dat komt voor heel veel ondernemers best wel hard aan. Want dat is vaak hoger dan ze denken. Dus ik denk dat het wel heel goed is om periodiek een keer zo'n berekening te maken. Dat je zeker weet dat je voldoende uitkomt. Ja, en rekening houden met het feit dat je natuurlijk zelf je arbeidsongeschiktheidsverzekering, je pensioen, allemaal dat soort zaken moet gaan regelen opeens. Want dat zijn veel mensen, zeker die uit loondienst komen, natuurlijk zijn niet gewend. En in niet begin, gewend. Nee, want je start met ondernemen, dan denk je, oh, ik zie wel. En begrijp ik ook heel goed. Maar op een gegeven moment, als je echt serieus aan het ondernemen bent, wil je dat soort dingen gewoon goed geregeld hebben. Ja. Ja. Zie je dan ook vaak dat ZZP'ers zichzelf eigenlijk veel te goedkoop in de markt zetten? Dat het eigenlijk helemaal niet uit kan en dat ze waarschijnlijk minder verdienen dan toen ze in loondienst zaten? Ja, vaak wel. En in het begin lijkt dat natuurlijk alsof ze heel veel meer verdienen. Maar als je dan alles mee gaat rekenen, pensioen, verzekering, belasting, als ze dan onderaan de streep overhouden, dan is dat inderdaad minder dan wat je netto verdient bij je werkgever. Ja, dat kan toch niet de bedoeling zijn? Nee, dat is zeker niet de bedoeling. En daarom is het ook goed om die rekensommen te maken. En je ziet wel in bepaalde beroepsgroepen dat die tarieven ondermijnd worden. En dat is gewoon heel erg zonde. Ja. Want daardoor kun je kwalitatief ook helemaal geen goed werk meer leveren. Hey, en aan de andere kant dan met het bepalen van de prijs voor een product of dienst. Hoe kan je dat... Ja, daar ga je heel erg kijken van, nou, wat is nu, zeker als je bijvoorbeeld producten hebt, wat is bijvoorbeeld de kostprijs van mijn product? Wat kost het om één artikel hier te hebben of te maken? Misschien maak ik het zelf. En denk dan ook echt aan alle kosten. Dus heb je een magazijn, dan moet je natuurlijk een gedeelte van die magazijnkosten toerekenen aan dat product. Ja. Want dat moet wel gedekt worden door je verkoop. Ja, het moet ergens van betaald worden. Ja, het moet ergens van betaald worden. Dus dat soort dingen moet je absoluut niet vergeten. En ook verzendkosten, verpakkingskosten, onpakkosten. Al die dingen moet je meerekenen. En wat ik heel vaak... wat ik heel vaak mis in dat soort dingen is je eigen uren. Ondernemers denken van, oh ja, ik ben aan het handelen. Maar ja, je moet wel je eigen uren ook natuurlijk kunnen betalen. Je moet zelf ook verder kunnen leven. Dus hou daar dan ook voldoende rekening mee. En je wil natuurlijk voldoende aan overhouden. Dus op die manier kun je goed rekenkundig in ieder geval kijken naar je verkoopprijs. En dat dan weer afstemmen met waar is de vraag in de markt. Ja, eigenlijk zou je met je eigen uren moeten beginnen. Hè? Eerst jezelf betalen. Maar je ziet inderdaad in de praktijk dat heel veel ondernemers hun eigen uren nergens in meenemen. En als ik dan hoor van een ondernemer, ja, maar ik vind het leuk om te doen. Ja, dan denk ik, ja, dan ben je dan wel serieus aan het ondernemen. Ik vind het ook heel leuk wat ik doe. Maar ik hou er wel genoeg aan over. Ja. Kan allebei, hè? Nee, niet per se of. Helemaal mooi als je het en leuk vindt. Maar je moet toch ook, zeker als je dit op een duurzame manier voor de lange termijn wil doen, moet je er toch ook wat aan verdienen. Zeker. Ja. Misschien nog een laatste tip, inzicht, levensles, wijsheid die je mee wil geven aan de luisteraars. Je hebt natuurlijk al heel veel dingen gedeeld. Ja. Wat dus mijn levensmotto is in alles wat ik doe, is wel echt joy is the essence of succes. Ik geloof er wel echt in dat als jij doet wat je leuk vindt, dat je dan succesvol bent. Dus, dus ontdek wat je leuk vindt en ga dat doen. Ja. En dan komt dat succes dan vanzelf. Precies. Dan ben je succesvol. Nou, dan blijf jij denk ik nog heel lang video's en TikToks maken. Superleuk. Dankjewel. Bedankt voor dit mooie gesprek en voor het delen van alle tips. Als mensen nou meer over jou willen weten en hoe jij hun kan helpen, waar kunnen zij jou dan vinden? Ze kunnen me vinden op thehappyfinancial.com. En zo heten ook al mijn social media kanalen. Dus op Instagram, LinkedIn, Facebook zelfs nog en TikTok dus vooral. Facebook zelfs nog. Ja. En op je site thehappyfinancial.com, daar zijn ook meerdere templates te vinden, hè, over heel veel specifieke onderwerpen. Een aantal daarvan hebben we net al eventjes kort belicht. Ja.
En ja, die zijn zo laagdrempelig. Echt voor een paar euro kan je sommige al aanschaffen, toch? Ja, precies. Ik heb templates. Hoeveel moet je opzij zetten voor je belasting? Wat is een goed uurtarief? De auto van de zaak of privé? Eenmanszaak of BV? Allemaal templates die echt heel weinig kosten. Als je daarvoor naar een boekhouder of accountant zou gaan, dan zou je goed een paar honderd euro verder zijn. Dus heel goedkoop. Klopt het dat die dan soms ook wat minder blij zijn met jou en zeggen van joh, wat jij aanbiedt, daar betalen mensen ons normaal gesproken heel veel geld voor? Nou, sterker nog, ik heb heel veel accountants en administratiekantoren die mijn templates kopen en waarvan ik dus weet dat ze hem zelf gebruiken. Oké, interessant. Dat is ook feedback natuurlijk. Ja. Dus. Marjan, dankjewel. Dankjewel. Jij weer bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren. Vond je dit nou een leuke, waardevolle aflevering? Vergeet hem uiteraard niet te delen met andere mensen in je omgeving. Mensen die al ZZP'er zijn of nog ZZP'er willen worden. Doe dat duimpje even omhoog en laat hieronder een reactie achter. En dan help je ons om samen Nederland steenrijk te maken. En dan zie ik jou heel graag weer volgende week voor een nieuwe Zo Word Je Steenrijk. Tot dan. Superleuk dat je keek naar deze aflevering van Zo Word Je Steenrijk. Kan je niet genoeg krijgen van deze podcast? Wil je meer financiële kennis hebben? Vergeet dan niet om je te abonneren op ons kanaal. Doe dat duimpje even omhoog en laat een reactie hierachter onder deze video. Dan ben jij als eerste op de hoogte wanneer er weer een nieuwe aflevering voor jou online staat. En daarnaast help je ons er ook heel erg mee, zodat wij deze waardevolle en gratis content voor jou kunnen blijven maken. Ik zie je heel erg graag weer volgende week bij een nieuwe aflevering van Zo Word Je Steenrijk.